Jan, bedankt voor de spontane samenwerking die we met elkaar gevonden hebben. En zorg voor Tellers heel graag de sponsoring van het... Met de overhandiging van een cheque en het tekenen van een contract is de samenwerking tussen zorggroep Tellers en het Reddingsmuseum officieel van kracht. Het Reddingsmuseum bood de Tellersbewoners een uitje aan na de coronalockdown en dat was meteen een succes. Nou, wij hebben gemerkt op basis van een spontaan initiatief van het Reddingsmuseum dat onze cliënten het ontzettend leuk vinden om een stukje geschiedenis van de helden hier weer opnieuw te beleven. En dat enthousiasme van cliënten is zo groot dat we daarmee vinden dat we als Tellers zijnde, een Helderse zorgorganisatie, het Reddingsmuseum ook moeten gaan sponsoren om het nog mooier te maken als dat het al is. Wat betekent het voor het Reddingsmuseum? Nou, dat wij erg blij zijn dat we er weer een sponsor bij hebben. Daar hebben we er helaas niet zo heel veel van. En wat betekent het verder voor het Reddingsmuseum? Dat wij de gemeenschap van Den Helder en dan vooral de ouderen een leuke dag willen bezorgen in het Reddingsmuseum. Een bezoek aan het Reddingsmuseum is voor de ouderen een feest van herkenning en dat kan heel waardevol zijn. De eerste reacties is dat ze eigenlijk terugstappen, los van dat het een dagje uit is, is dat Willemsoord heel belangrijk is, want Willemsoord hoort toch bij de geschiedenis van de Helder, hè, de oude werf. Maar ook het Reddingsmuseum maakt dat mensen toch teruggaan in de tijd en hier rondlopen met hoe het vroeger in de Helder was. En dat geeft heel veel energie voor onze cliënten. De eerste reacties zijn perfect. Mensen die hier geweest zijn, en dat zijn er ruim 30, al bijna 40, die zijn laaiend enthousiast. En dat vinden wij hartstikke leuk. En die mensen vinden het nog veel leuker. En daar doen we het voor. De samenwerking loopt in eerste instantie voor 1 jaar. Maar de intentie is om er lang mee door te gaan, zodat veel ouderen de kans krijgen om het Reddingsmuseum te bezoeken.